Ik zou heel graag willen weten, en misschien de groep ook, ja, waarom je hier zit misschien. Wil je dat zeggen? Mijn boosheid onder controle kunnen houden. En eigenlijk ook wel dat ik echt alles op tafel kan gooien. Ja. Want ik heb gewoon heel erg het idee dat ik gewoon in bepaalde emoties blijf hangen. Ja. Dag 2 in Dream School, dat er dit jaar anders uitziet. Niet alleen omdat de locatie nieuw is, maar vooral omdat de leerlingen vanwege corona hier ook blijven slapen. De eerste nacht zit erop en de jongeren zitten nu midden in hun tweede les van de dag, van Nazmiye Oral. Wat ik zo meteen voor jullie ga vragen is of je een stukje wil schrijven. Naast actrice is Nazmiye ook schrijfster. Haar columns verschijnen op papier en ze draagt ze voor op tv. Ze gaan vaak over onderwerpen die gevoelig liggen. En van dit stuk van haar werk wil Nazmiye de leerlingen iets meegeven. Als je ergens bang voor bent of je vindt het spannend, daar moet je naartoe gaan, want daar zit de schat. Ik zou het geweldig vinden als de jongeren hier in aanraking komen met hun eigen stem. Ik heb niet zo zin om dat te schrijven. Ik heb ook geen zin om diep te gaan. Hoe geef je woorden aan dingen waar je geen woorden voor hebt? En daarmee bedoel ik dat wat jou jou maakt. Tijdens dat je bezig bent, voel je ook, oh, nou voel ik me heel erg kwetsbaar, dit vind ik niet fijn. Ik ben er om je te helpen, om het op zo'n manier te doen, dat je toch veilig genoeg bent. En ik wil ook dat jullie weten dat ik ongelooflijk trots op jullie ben. Omdat het zoveel moed vergt om te zijn waar jullie zijn. En om te denken, ik weet ergens in mijzelf, deze realiteit waar ik nu in zit, dit hoeft niet. Toen Nazmiye de leeftijd had van deze jongeren, zat zij zelf ook vast in een realiteit die ze niet wilde. De stappen die ze nam om daaruit te komen, zijn de bron van veel van haar werk. Ik ben op mijn zesde naar... Ik ben emotioneel, denk ik. Ik ben naar Turkije gestuurd, op mijn zesde, naar mijn opa en oma. Want mijn ouders zijn gastarbeiders en dat was toen zo. Zij dachten, nou, we gaan weer terug. Kan ze alvast naar school, kan ze Turks leren. En ik heb dus 4 jaar mijn ouders niet gezien. Toen ik terugkwam op mijn 10e weer naar Nederland, kon ik helemaal geen Nederlands meer. En eigenlijk dacht ik, ja, als mijn ouders dit kunnen doen, degene die het meest van mij moeten houden, dan kan iedereen dit doen, mij verlaten. En dus is niemand te vertrouwen. Ik vond het fijn dat ze begon met haar verhaal. Want ik vind het niet fijn om dingen te delen als ik niks van jou weet. Want dan neem ik je ook niet serieus. Als ik niet weet dat jij geen verhaal hebt, ja, dan heb ik ook niet het gevoel dat jij mij kan begrijpen. Mijn ouders hadden hele goede vrienden. En die hadden 1 zoon. Nou ja, dus die jongen kwam op bezoek, die ouders. En ik was verloofd. Het heeft 1,5 jaar geduurd om dat uit te maken. Ik weet nog dat ik dacht, oké. Ik moet hier dus weg. Hoe doe ik dat? Ik durf niks. Dus ik ga net doen alsof ik heel goed alles kan. Fake it till you make it. En dan later merk je, oh ja, de hele tijd, is ook niet wat je wil. Dat is alleen maar overleven in plaats van leven. Dus dan ga je weer terug naar open en een beetje in balans. Die balans heeft Nazmiye dus onder andere gevonden door de worstelingen in haar leven te gebruiken in haar werk. En dat is wat ze de jongeren ook graag wil laten ervaren. Om ze op gang te helpen, wil ze voor het schrijven eerst hun onderwerpen bespreken. Misschien is het goed om even te zeggen van dit is wat er bij mij speelt en daar zou ik het eventueel over willen hebben. Ik zit heel erg met mezelf in de knoop en dat los ik op met blowen. En afgelopen week is mijn vader overleden en daar heb ik het wel moeilijk mee. Ik weet niet zo goed hoe ik daar mee om moet gaan. Ja. Altijd al een lastige band met hem gehad. Ja. Überhaupt met mijn ouders. Ik denk dat ik daar iets mee wil doen. Ja. Met woorden. Moedig. Dankjewel. Toen ik eenmaal naar de middelbare ben gegaan, is eigenlijk alles fout gelopen. Toen heeft mijn vader veel gokschulden opgelopen. Toen is hij dus gevlucht. En toen is mijn moeder in een psychose beland.
waardoor zij een paar zelfmoordpogingen heeft gedaan. En toen zijn ik en mijn zusje eigenlijk uit elkaar gehaald en moesten we gaan weer wonen bij verschillende families. Voor de opdracht van Nazmiye kiest Giovanni de periode net na het vertrek van zijn vader als onderwerp. Valentina weet het nog niet zeker, maar haar grootste thema's zijn haar adoptie en de depressie die ze heeft gehad. Dat was wel heel zwaar voor iedereen. Ook omdat ik het gevoel had dat ik mijn ouders hier een soort van teleur had gesteld. En ja, nu ben ik wel uit die depressie, alleen ik weet niet meer waar ik moet beginnen eigenlijk. Aan de ene kant voel ik alles en aan de andere kant voel ik niks meer. Ik heb altijd alles zelf gedaan, dus vind ik het moeilijk om maar bloot te geven aan anderen. In mijn ogen is dat zwak. Al is dat niet zwak, want het is sterker om je emoties te laten zien. Dat weet ik, maar ik kan mijn gevoel zeggen nog steeds dat dat zwak is. Kan je daar wat mee? Kevin wil liever geen column of voordracht schrijven. Hij is op zoek naar een andere vorm. Niet een brief of zo, maar gewoon... Doe maar. Ja, mag ook een brief. Ja, over mijn verslaafde broer. Aan hem? Ja. Doen we dat, schat. Heel mooi. Ja. En Jamie, jij? Ik weet niet, ik vind het schrijven... praat sowieso altijd al moeilijk. Praten vind je ook al moeilijk? Ja. Ja, liefje. Het is ook moeilijk. Dan ineens komt wel alles naar boven van je verleden, van waar ga ik het over hebben. En dat maakte mij emotioneel. En toen ze zei over praten en schrijven, ja, ik kan dat niet of zo. Ik weet niet. Dus daar heb ik altijd al moeite mee gehad. Nazmiye last een pauze in om Jamie en ook wat andere leerlingen die het er moeilijk mee hebben, iets meer ruimte te geven om te bedenken waarover ze dan willen schrijven. Wil je even praten? Hey. Wil je praten? Ach, mijn kamer. Ik moet ook janken hoor, ze te janken. Ja, het is gewoon heel zwaar. Ja, ik moet ook janken. Kijk, weet je, als iemand gewoon zegt van dat je iets wil zeggen wat je eigenlijk nooit hebt gezegd, komen er zoveel dingen naar boven. Maar dan op een gegeven moment, bam. Ja, ik snap het wel, ik herken het ook. Dit is echt de eerste les waarin ik denk van, oh, hier heb ik wel echt zin in. Hmm. Jij niet, Kimberly? Nee, ik zit echt vol in mijn emotie. Schat. Kimberly. Gaat het? Gewoon echt even, gewoon naar huis. Gewoon. Wat is er dan? Gewoon, het wordt me gewoon allemaal te veel. En ik heb gewoon geen zin in die les. Maar misschien is het wel goed. Nee. Het was gewoon even allemaal te veel. En toen dacht ik, ik moet even een momentje voor mezelf pakken. Even. Omdat ik natuurlijk ook de hele dag niet op mijn kamer was geweest. Mijn telefoon niet. Hey, gaat die een beetje? Nee, ik vind het gewoon lastig. Ah, maar dat is oké. Daarvoor ben je hier. Huh? Dus laat het allemaal hard zien. Ja. En dat je oké bent en dat je alles mag voelen. Ja. Dat je daar mooi werk van kan maken. Ja. Ga maar gauw. Je kunt denken dat we op Dream School alleen maar de ergste gevallen hebben. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Wij hebben dagelijks in het onderwijs klassen vol zitten met kinderen met deze vorm van pijn. Met overleden ouders, met echtscheidingen, met een verslaving. Kinderen die verwaarloosd worden door de volwassenen om zich heen. Waar een gebrek is aan een fatsoenlijk vangnet voor die kids. Dit is geen onbekend publiek voor onderwijs in Nederland. Helaas. Gaat wel? Ja, ik moest er gewoon even uit. Ja. Ja. Iets wat ik uit de wereld wil helpen. Sommige mensen kunnen heel natuurlijk heel makkelijk schrijven. Hè? En ook heel mooi. Maar je hoeft niet een hele lappe tekst of mooi of stoer of sterk of... Nee. Ik ben geïnteresseerd. Wat leeft er in Kimberly? En wat wil ze aan ons kwijt? Wat leeft er in Jamie? En wat wil ze aan ons laten zien? Ik heb een autistisch broertje waar heel veel aandacht en liefde naartoe moet. Waardoor ik mij thuis heel vaak alleen voelde. Waardoor ik echt met de verkeerde mensen om ben gegaan. En mijn familie heel erg heb gekwetst. Met heel veel dingen in de steek gelaten. Jij jouw familie in de steek gelaten? Ja. Voel je daar nog steeds schuldig over?
Dat ik niet de dochter van mijn moeder was die ze eigenlijk nodig had. Hmm. En denk je dat je daar misschien iets over zou willen schrijven? Ja, dat kan wel. Misschien een brief aan je moeder of zo. Dat kan wel. Ja. Anderhalf jaar geleden is mijn vader overleden. Euthanasie. Toen ik 14 was, kreeg ik ook nog een vriendje die heel vervelend was. Daar heb ik nog nooit over gepraat of iemand het hele verhaal verteld wat hij allemaal gedaan heeft. En ik wil dat gewoon heel graag kwijt van me af, maar dat vind ik nog heel moeilijk. Maar mag het zeg maar bijvoorbeeld ook gewoon een stuk van één dag gewoon zijn? Zeker. Oké, ja, dan weet ik wat ik ga schrijven. Zeker. Wil jij iets kwijt, schat? Nee. Nee? Nee. Oké. Rebecca? Ik was best wel jong gescout om model te worden, waardoor ik nooit echt een soort van persoonlijkheid heb ontwikkeld of echt van wat wil ik nou echt of wie ben ik nou? En wat bedoel je als je zegt ik heb geen persoonlijkheid ontwikkeld? Nou ja, misschien niet zozeer persoonlijkheid, maar ik heb wel het gevoel dat ik altijd best wel mijn gevoelens probeer te onderdrukken. Mijn ouders zijn ook uit elkaar, maar daar heb ik nooit echt over nagedacht hoe ik me daarmee voel. Ja, iedereen vertelde zijn verhaal, behalve ik. Nou ja, ik vertelde wel mijn verhaal, maar ik heb niet 100% verteld. Ik heb toch wel wat dingetjes achtergelaten. Maar waarom, dat weet ik niet. Volgens mij kan je heel goed schrijven. Ja, dat weet ik niet. Ik doe het, ik schrijf niet veel, dus... We gaan het zien. Kimberly, mag ik je wel iets vragen? Ja, tuurlijk. Ik zou heel graag willen weten... En misschien de groep ook. Ja. Waarom je hier zit, misschien. Wil je dat zeggen? Mijn boosheid onder controle kunnen houden. En eigenlijk ook wel dat ik echt alles op tafel kan gooien. Ja. Want ik heb gewoon heel erg het idee dat ik gewoon in bepaalde emoties blijf hangen. Teun. Een beetje om mijn ouders te laten zien dat ik wel gewoon normaal in de samenstelling in de klas kan zitten. En wel gewoon mijn ding doe en niet de clown van de klas ga uithangen. Dat is nogal een opgave. Ja, zeker, zeker. Ja. Vind je dat spannend? Ja, lieverd. Ja. Oké. Nina? Ja, ik denk gewoon over mijn verleden en zo. Ja. En dat we daar woorden aan geven. Ja. Weet jullie wat het vervelende is van zo jong zijn? Dat je denkt dat niemand die gevoelens heeft die jij ook hebt. Ik ben daarom wel blij dat ik hier zit, dat ik het ook zie. Ja. Dat ik eigenlijk niet de enige... Want toen ik hier binnenkwam, keek ik en dacht ik van sommige mensen echt van... Waarom zit je hier? Volgens mij heb je echt een goed leven. Je bent zo'n mooi persoon. Maar nu ik alle verhalen hoor, denk ik toch. Ja, ja. Ik ben niet de enige. Je zal maar zo jong zijn en van alles achter je kiezen hebben. En de tegenwoordigheid van geest hebben en de moed. Om te denken, deze realiteit hoeft niet voor altijd zo te zijn. Dit kan ik omvormen. Maar dat je dat ook gaat doen. En dat je dat risico neemt. Dat ontroert mij. En dat geeft mij hoop. Dat vind ik te gek. Het is echt een opening tot iets moois, denk ik. Ja, we mogen gaan. Ja, om te klassen. Ik hield wel het hele tijd binnen, omdat ik niet wilde huilen. Maar ik denk dat het wel als groep ons sterker maakt of zo. Dat we wel dichter naar elkaar toe groeien. Dat je iedereen op een ander zich leert kennen. Wat een stilte. Ik weet wel, als ze wat zijn brief gaat voorlezen, ga ik echt 100 keer janken. Ik moest al bijna janken toen je binnenkwam. Ik ga mijn hoofd op tafel liggen. Ik ben er niet. Ja, we hebben het zelf meegemaakt. Ja. En mensen gaan waarschijnlijk gewoon zeggen, wat de fuck doet hij in dit programma? Maar die mensen hebben waarschijnlijk zelf niet meegemaakt. Want mijn vader die overleed om 5 uur 's middags. En om 8 uur 's avonds was ik op een feestje. Ja? Ja, ik wist gewoon, je beseft het gewoon niet. En je weet niet wat je overkwam. En 2 dagen later stond ik in de club. Dat is bij mij echt pas later gekomen. Je beseft het nog niet. Het voelt een soort van onwerkelijk. Ja. Of zo. Ja. Dat had ik ook echt heel erg. Dus mensen lekker laten praten.